hartelijk applaus voor Lucia de Berg. Onwijs bedankt Lucia, dankjewel dat je hier wil zijn vanavond met ons en dat jij je verhaal openhartig wilt delen. Vinden we ontzettend dapper ook, want je hebt een heel heftig verhaal. Als de laatste mensen nog binnenkomen, ga gauw zitten alsjeblieft. En vanavond staat het verhaal van jou Lucia, dat illustreert het thema namelijk beeldvorming. En beeldvorming is overal om ons heen en wat de sterke en indringende gevolgen van beeldvorming kunnen zijn, dat heb jij in jouw leven wel ervaren. Kan je ons wat meer vertellen over hoe jouw leven eruit zag voordat je werd gearresteerd? Voor ik gearresteerd werd, was ik kinderverpleegkundige, vrouw, moeder. Ik had een gezin, ik werkte in de verpleging, ik deed mijn werk heel graag. Ik werkte met kindertjes en dat vond ik verschrikkelijk leuk. En ik was eigenlijk gewoon happy. Mm-hmm. Ja, niks aan de hand. Ja. Ja. Toen ging het ineens helemaal mis natuurlijk. Mm-hmm. En hoe kwam het dat er zoveel commotie ontstond? Nou, de commotie ontstond vooral omdat de directeur van het kinderziekenhuis, die had een persconferentie gehouden. Mm-hmm. Waarin hij vertelde dat, dat er een moordenaar op de afdeling bij hem werkte. Of in het ziekenhuis zelfs. Mm-hmm. En ik was geschorst, dus ja, ik wist wel dat het over mij ging. En kan je daar iets meer over vertellen? Nou ja, ik werkte op een afdeling en ik had het ontzettend naar mijn zin. En ik dacht dat ik in een leuk team werkte. Iedereen deed aardig tegen me. Ik was aardig tegen hun. Was hartstikke gezellig. En uiteindelijk bleek dat dat allemaal niet waar was. Mm-hmm. Ik dacht het alleen maar. Maar achter mijn rug werd er over me gepraat. En het kwam voornamelijk omdat er gingen kindertjes overleden tijdens mijn dienst. En ja, dat was vreemd. Ik vond het ook raar. Ik praatte daarover. Ik zocht hulp bij mijn collega's, bij iedereen. Van wat kan ik daaraan doen? Hoe komt dit? Hoe voorkom je dit? Doe ik iets verkeerd? Dat is het eerste wat je denkt, dat je zelf wat verkeerd doet. En uiteindelijk werd het over me gezegd, achter mijn rug van, in mijn gezicht was het van, joh Lucia, het is, daar kan je niks aan doen. En het gebeurt wel vaker, mensen die op een afdeling komen en gelijk alle alarmbellen gaan af. En ja, dat kan je niks aan doen. Een ambulancebroeder die de ergste ongelukken krijgt, dat soort dingen, dat gaat wel over. En mijn collega's stelden me allemaal gerust. Dus ik wist niet wat er aan de hand was uiteindelijk. Ja. En dat bleek later, toen ik in de gevangenis zat, bleek pas dat ik de verklaring kreeg te zien van mijn ex-collega's onder andere. En daar stond allemaal in van, ze was raar en ze had een belletje onder enkel. En ze deden heel lief. We praten heel negatief over me feitelijk. Ja. En we vonden het vervelend om met haar te werken. En we dachten dat ze kinderen zou vermoorden. Dat dachten we eigenlijk altijd al. En als je dat leest en terwijl je zelf denkt, nou, ik heb fijne collega's, er is niks aan de hand. En dan achteraf blijkt dat ze mij helemaal niet aardig vonden. Maar net deden alsof. En ik heb, dat is heel vreemd natuurlijk. Hele vreemde gewaarwording. Ja. Het is ook, zoals wetenschapsfilosoof Ton Derksen in zijn boek over jouw zaak eigenlijk schreef van, waar rook is vuur, hè? Ja. En, er ontstond rook, denk ik, rondom jou op een of andere manier. Ja. En dat, gewoon omdat er in mijn aanwezigheid gingen kindertjes dood of moesten ze gereanimeerd worden. En ik vond dat al raar zelf. Als ik het zelf al raar vind, dan moeten anderen dat ook wel raar vinden. En dan gaan ze daarover praten. Ja. En niet positief. Je hebt mij ook verteld, toen we bij jou thuis waren, even van hoe jouw arrestatie, hoe dat ging. En dat was natuurlijk ook heel bijzonder hoe er toen gekeken werd tegen ook wat je zei. Kan je dat misschien vertellen nog? Het was 6:30 s'avonds. Toen kwam 14 man politie.
gewoon een soort inval. En ik, mijn opa en oma waren daar in dat kleine huisje. Er stond allemaal politie en ik, ja, ik moest mee. En toen zei ik nog tegen de politie, goh, ik had dit zo graag af willen maken bij mijn opa en oma. En toen werd dat in de rechtszaal zelfs verdraaid naar, ik had mijn opa af willen maken. Zelfs dat werd zo gebruikt, dat je dan denkt, ja, ik kon niks meer zeggen. Ik kan niks zeggen als je in die positie zit. Dus dat was verschrikkelijk. Ja. En ik heb mijn oma en opa ook nooit meer gezien. Dat nooit meer mogen kunnen zien. Nee. Beeldvorming gebeurt ook heel erg vanuit je eigen perspectief. Dus van verschillende mensen, hoe ze naar situaties kijken, hebben verschillende mensen altijd de eigen interpretatie. En in ons perspectief wordt eigenlijk voortdurend gevormd door alle ervaringen die je hebt in je leven, de dingen die je meemaakt, hoe je opgevoed wordt, maar ook hoe je opgeleid wordt of hoe dan ook. En met al die ervaringen en die alles wat je meeneemt in je leven, dat vormt eigenlijk het beeld waardoor jij kijkt naar de situatie. En we gaan nu even een videofragment met elkaar kijken. En ik wil jullie vragen om tijdens het videofragment heel even na te denken over wat je eigenlijk ziet en wat jouw eerste reactie is bij wat je ziet. Je hebt het allemaal willen vertellen. Alle avonturen met vrouwen, met drugs, met vechtpartijen, met het scabreuze gedrag wat daarbij hoort. We weten het. Ja, vanaf morgen. Vanaf morgen ligt het in de winkel? Morgen ligt het voor iedereen beschikbaar. Ik had, toen ik het zag, dacht ik, die man is gewoon heeft gebruikt. Maar dat komt door het verhaaltje van Matthijs ervoor. Ja. Dus ik dacht, nou, die zit nog steeds aan de vrouwen en de drank. Een maand geleden, het ziekenhuis gezien met aanleg. Je gaat even naar Vincent de Vries. Dat mag met alle plezier. Vincent is de verschrijver van het boek. Je hebt je verhaal aan Vincent verteld. Sorry dat je zo geëmotioneerd bent, man. Vincent, wat is er aan de hand? Of? Fernando, een maand geleden is bij hem een spierziekte geconstateerd. Zo, Lucia, zijn er over jou volgens mij ook heel veel nare dingen gezegd en geschreven. En ook echt massaal. En een van de dingen die ons ook wel opvielen was bij onder andere de tekening in de rechtszaal werd gemaakt. Waarop alleen al in de tekening zag je bijna de veroordeling. Ik weet niet of mensen de tekening nog kunnen herinneren. Maar het was een verschrikkelijke tekening. Als je dan Lucia vanavond hier ziet, dan snap je dat het echt wel een hele negatieve beeldvorming was. Ja. Ik ben ook wel benieuwd hoe je na zo'n periode, hoe jouw beeld van de andere mensen dan is. Hè? Hoe jouw beeldvorming is van Nederland, wat massaal heeft gereageerd op jou, zeg maar. Ja, maar het rare was dat eerst was ik veroordeeld en het ergste wat er was. En ik was een seriemoordenaar, noem maar op, het ergste wat je kon bedenken. En dan in één keer is het 180 graden omgedraaid. En dat is waar ik dan wel moeite mee heb. Hoe makkelijk mensen dan van mening veranderen. Dat is wel. En de meest bizarre vorm daarvan, voor mij, was dat er was een uitzending van Peter R. de Vries. En die had het over mijn zaak naar aanleiding van een boek van Ton Derksen. En daarin legt hij uit waarom ik het niet gedaan kan hebben. En waarom er eigenlijk helemaal geen sprake is van een misdaad. En die uitzending was in de gevangenis in elk geval massaal gezien. Iedereen kijkt daar naar Peter R. de Vries. Ja, dat is nou eenmaal zo. De volgende ochtend deed de bewaking mijn deur open. En die zei, hey, goedemorgen Lucio, is het nou met je? En ik heb Peter R. de Vries gezien. Nou, zie je wel, ik dacht het altijd al. Nou, dat is dezelfde bewaker die me nog geen dag tevoren de deur in mijn gezicht slaat. Nou, die omkering. Je denkt, ik deed gewoon een stap naar achteren van, pardon. Hallo, wat doe je nou voor raars? Dat is nog enger. Ja, ik voel me even af. Het Pieterbaan brengt aan het einde ook een rapportage uit. Die heb je ook waarschijnlijk gezien, hè? Ja, ja. Was je het daarmee eens? Hebben die van jou een beeld geschetst? Nee. Ik had zoiets van, nou, ik denk, ik ben het ermee eens, omdat
het beste was dat ik het er gewoon mee eens was. Het was niet in mijn voordeel om het niet met ze eens te zijn. Snap je? Dus ik was het er gewoon mee eens. Maar uiteindelijk dacht ik, ja, dat klopt een heleboel niet, omdat ik gewoon mezelf niet ben. Ik wist wel waarom het kwam. Ik kon mezelf niet zijn en dat wist ik wel. Ja. Dus ze hebben op zich wel de goede observaties gedaan. Ja, tuurlijk, dat was wel goed. Maar in een periode waarin je niet jezelf kon zijn. Nee, nee, en dan krijg je toch andere ideeën daarvan. Ja. Hoe hou je nou je beeld scherp? Ik denk dat dat het belangrijkste is. Ja. Want als je nagaat dat Ton Derksen, die heeft het boek geschreven over mij. Mm-hmm. En die heeft niet één keer mij gezien of contact met me gehad. Dat wilde hij expres niet, omdat hij gewoon blanco wou blijven. Mm-hmm. Hij wou hem niet beoordeeld, niet door mij beïnvloed worden. Ja. Ja. En dus ik denk dat het vooral rechtvaardigheid was. Ja. Dus ja, als ik het zo hoor, dan was hij zich ook uitermate bewust van de beeldvorming die mogelijk zou gebeuren. Precies, ja. En hij was zich daar bewust voor en hij wapende zich ook tegen eigenlijk. Ja. Mooi. Ja. Ik weet niet of andere mensen willen reageren inderdaad. Ik heb eigenlijk een vraag aan een man, want hoe was dat voor u? Eenzaam, dus dan, ja. En dan wil dat je merkt in een samenleving dat iedereen zich tegen een vrouw keert? Ja, toch. Ja. Waar ik mee omging, die stond wachten eigenlijk. Dat was eigenlijk alleen in het begin de media. Dat is waar ik het meeste last van heb gehad, de media. De kranten. En toen, het is natuurlijk in september gebeurd en in december is ze pas gearresteerd natuurlijk. En toen wilde je gewoon. Toen kwam het zo bellen van de pers of zo. Van, ja. Maar bekende. Ja, en ik werkte toen bij justitie en ben natuurlijk ook vervroegd met pensioen gestuurd eigenlijk. Ja. En zij had daar ook in het pensiekhuis gewerkt als verpleegkundige. Ja. Wat deed u bij justitie? Ik was PIW. Hij niet nog ik had daar natuurlijk in het pensiekaasje bloed. Ja. En toen zij later een broertje kreeg, toen moest ze naar het pensiekaas en toen kwam ze bij al de vrienden. En dat was ook zo erg. Dat was ze erg in stappen. Dan lig je daar in dat penitentiair ziekenhuis. En dat zijn mensen waar je mee gewerkt hebt, waar je goede banden mee hebt verder. Je ziet ze ook nog na je werk. Nu zagen we ze ook nog toen ik niet meer werkte daar. En dan lig je daar en dan moeten die mensen je bewaken die, waar je bevriend mee bent. Nou, dat is zo absurd, zo raar. Ja. Ik wilde alleen maar zo snel mogelijk daar weg. Verschrikkelijk is dat. Ja. 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 Dus nog even gelegenheid voor vragen inderdaad, want zometeen gaan we ook met elkaar dus goede tips verzinnen. En dus grijp de kans in. Want zoomen we in op de mensen die op de beeldvorming die ontstaan is. Maar daarvoor heeft er natuurlijk toch ook iets plaatsgevonden in de groep zelf. Er is iets fout gegaan, het was onverklaarbaar, in ieder geval leek onverklaarbaar, men heeft de schuldigen gezocht. Dat is toch ook een bepaald fenomeen waarvan ik denk van ja, daar zouden we toch ook misschien meer rekening mee moeten houden, dat soort fenomenen vaker gebeuren. Dus jou overkomen met een geweldig gevolg daarachter. Maar het komt natuurlijk veel voelen. Tuurlijk, ja. Dus ook mij, ik ben regelmatig, heb ik brieven en later toen ik eenmaal vrij was, e-mails van mensen die hetzelfde idee hebben meegemaakt hoor. Ja. Patiënten die overlijden waar ze bij waren. En ja, dat gebeurt nou eenmaal. En die herkenden dat en die waren nog banger. Dat zeiden ze ook, we zijn zo bang. En dat is toch wel een fenomeen in de gezondheidszorg. Dan denk ik, nou, dan mogen we toch nog wel eens wat meer naar kijken. Maar wees wel, waren de verpleegkundigen, weet je, die mensen die gevraagd zijn bij die... Ja, die hadden het ook meegemaakt zo erg. Ja, ze moeten die jonker naast. Ja, ja. Het is... Andere vraag. Ja, mag ik er even aan zeggen? Zeker. Krijg je excuses
na zo'n proces en als je dan onschuldig bent. Ja. Dat ja, hoef je niet op te vragen. Nee, dat hebben ze zelf aangeboden. Het Openbaar Ministerie en de minister van Justitie. Ja. En de rechters, werd gevraagd. En toen via mijn advocaat. En toen zei het OM, dat kunnen ze wel doen. We kunnen naar beneden. Je kan met de rechter spreken, maar weet wel. Ze geven nooit excuses en ze vinden altijd dat ze het goed gedaan hebben. Je hebt er eigenlijk helemaal niks aan. En toen had ik zoiets van, nou, dag, die rechters geloof ik wel, die... daar wil ik eigenlijk niks mee te maken hebben. Nee. En de rechercheurs die aan je zaken doen, dat... Nee, ook niet meer. Nee, nee. Heb je daar iets over gehoord? Nee, helemaal niks. Nee. Om jezelf behoefte gehad om dat contact te leggen, om dat voor te houden? Nou, ik ben toevallig een paar weken geleden naar de politieacademie, heb ik lezing gegeven. En dat waren teamleiders van een team, net zoals dat bij mij was. Alleen die waren er niet, maar wel collega's van hun. Ja. En heb ik een lezing gehouden over... het was heel confronterend. Heel erg... Ja, zit ik maar met die... dus ze zijn toch allemaal agenten, weet je. Dat, Vanavond rustig onder zorgprofessionals. Ja. Mag ik vragen wat dat bij hen teweeg bracht? Want hier zijn ze allemaal stil van en van onder de indruk. Maar hoe was dat daar? Ja, ik had ook wel het idee dat ze onder de indruk waren. En... ben jij, Peet? Ja. Over troefvisie en zo. En ze gingen zelf vertellen dat ze die dingen ook deden, zoals bij de politie. En tot er nou andere richtlijnen waren. En dat is tot dat toch nut had gehad. Gaan ze het anders doen? Ja. Ze moeten het anders doen. Ze doen het schijnbaar al heel anders. Ja. Wat ik wel heel... frappant vond, is dat zo'n rechercheur, dat ik zei van, nou ja... Ik beroep me op mijn zwijgrecht omdat we geen dossiers hadden. En toen zei zo'n rechercheur, ja, dat is een bekende techniek was dat, ja. Dat dossier achterhouden. Ja. Kijk, wat je zegt. Zie je wel. Ja, dat is gewoon bekend, ja. Ja. En als je dan, ja, dan ga je maar wat zitten zeggen. En dan vinden ze allemaal wel interessant dat je dat doet. En dan weet je niet meer wat je gezegd hebt. Nee, joh. Dan ben je leugenachtig verklaring. Ja. Laatste vraag. Heeft u ook wel het gevoel gehad dat de politie bewijs dat ontlastend was voor u, dat werd achtergehouden? Ja, dus absoluut. Dat bewijs wat eigenlijk ten voordele van u sprak, dat wilden ze niet eens hebben. Nee, werd ze. En dat zeiden ze ook, dat ze dat inderdaad doen, dat verdwijnt in de prullenbak. Dat doe je ontlastende verklaring of zo, nee, dat willen ze allemaal niet weten. Kun je een voorbeeld noemen van een bewijs wat ontlastend voor je was, maar wat gevolgen niet werd? Nou ja, er was echt niet echt bewijs, het ging meer over verklaringen. Oké. Okay. Ja, bloedonderzoek uit. Bloedonderzoek, oh ja, natuurlijk. Dat de grootste, ja, natuurlijk. In de laag gelegd. Ja, ik was het onderzoek naar het bloed. Ja. Werd gedaan omdat de digoxine-uitslagen ging het over, die waren allemaal verschillend. En de rechter, ze hadden 3 uitslagen van 3 verschillende laboratoria gevraagd, of hun het wilden onderzoeken. En er was eentje uit Zurich. Ja, hè? Ja. En die kwam te laat binnen schijnbaar. Maar dat was ontlastend. En dat hebben ze gewoon het OM zo in de laag gestopt. Doei. En later is dat boven water gekomen. En heeft het wel degelijk een grote rol gespeeld ook, hoor. Maar dat hebben ze gewoon in de laag gestopt. En dat is een groot iets. Die goede verklaringen gaven van tafel op weg. Ja, dat wilden ze niet weten. Alles wat negatief was. Het enige wat ze wilden weten. Ja. Ja. Oké. Moet je even de tijd checken. Echt de allerlaatste vraag. De officier van justitie die bij jouw zaak betrokken is geweest, die dat dan dus ook in de laag gelegd heeft, werkt die nog bij het OM? Ja hoor, ze werkt er nog steeds van. Ja, ze werkt er nog steeds. En als ik dan aan... als een officier iets doet wat niet mag, dan krijgen ze gewoon een tik op de vingers en that's it.
Er was een zaak waarbij ik schuldig werd verklaard van de moord van een vrouw. Ik had een vrouw vermoord, dat wisten ze zeker. Ik was daarvoor veroordeeld in de eerste rechtszaak. Maar het ziekenhuis hield heel veel dingen achter, zoals roosters van personeel, allemaal dat soort dingen. Dat kwamen ze heel lang duurde dat eer dat een keer boven water kwam. En tijdens het hof, de zitting van het hof, kwam naar voren de roosters. En toen bleek dat op het moment dat die vrouw doodging, had ik niet eens dienst. En toen was het ineens geen moord meer. Nee, toen was het natuurlijke dood. Het was alleen moord als ik daarbij was geweest. Nou ja, dat is ook... En dat mag allemaal gewoon. Dan zegt de rechter tegen me van, ja, sorry hoor mevrouw. Nou, dag, dat is jammer dan. Dan is dat geen moord meer. Maar ik had het wel op mijn konto staan. Maar dan, dat gebeurde gewoon. Volgens mij vat het daarmee bijna alles samen. Van als jij erbij was geweest, was het een moord dan geweest. Dan was het een moord, ja. Precies. Anders niet. Nou ja, dat is... Het werd zelfs omgedraaid. Mensen die overleden waren, gingen eens kijken of jij in dienst had. Zo ging het. Ja. Ja. Ook een grote ziekenhuis, mensen van 100 jaar of zo. Het is overdreven. Maar er werd gezocht. Ja. Ik wil, voordat we gaan luisteren naar de fantastische muziek van Fabian, met jullie 5 punten, want volgens mij hebben we genoeg inspiratie gekregen om die te formuleren, met jullie 5 punten op papier zetten, die wij jullie ook toe gaan sturen. En ik denk dat ik jou ook wel het woord mag geven, van als er nou 1 tip is die jij zou willen geven, Lucia, als het gaat om het voorkomen van de nare invloed van verkeerde beeldvorming, dan... Heb jij voor ons de ultieme tip? Nee, maar ik denk dat het belangrijkste is dat je open blijft. Altijd blijven, transparant blijft. En elkaar erop aanspreken als je het merkt. Roddelen, het is zo ellendig. Het heb zo... Iedereen doet het. Ik ook, allemaal. Je bent zo... Voor je het weet roddel je mee. En dat moet je gewoon niet doen. Daar moet je heel erg op letten. Hey, ik heb mezelf ooit beloofd, als ik over iemand sprak, dat ik het daarna ook met die iemand zou doen. Maar ik hou me er niet altijd aan. Ik maak heel vaak mee, dus iemand opgenomen wordt, dan worden vooral de gevaarlijke dingen opgenoemd. En hoe eng iemand wel niet is. En vaak gaat het dan ook over dat iemand anders heeft aangevallen. En dat wordt inderdaad als feit gepresenteerd. En vaak als je dan met diegene gaat praten en je hoort... van diegene wat er nou werkelijk gebeurd is, dan hoor je een heel ander verhaal. En dus ik vind zelf, hoewel ik eraan meewerk door ook te typen, dat dossiervorming vind ik heel eng. Want als je iets opschrijft, dan gaat het iemands leven lang mee. En daar probeer ik altijd aan te denken als ik rapporteer. Ik kan me voorstellen wat er gebeurt is dat als mensen eenmaal iemand als verdachte zien of iemand als negatief zien, dat ze zich ook afstompen van diegene, zeg maar, dat ze niet meer invoelend willen zijn. Ja. Dus ik denk eigenlijk dat inleven en empathie, dat ook heel erg belangrijk is, dat je blijft inleven in een persoon. Daarmee gaan we afronden. Lucia, ongelooflijk bedankt voor dat je hier wilde zijn. Ja, ik vind het echt ongelooflijk dapper. Het is al gezegd dat je hier bent, dat je zo je verhaal kan doen. We zijn echt vereerd dat je hier wilde zijn. En dat jij de aftrap voor de werflezingen hebt willen geven. Dus dat is heel mooi. Dankjewel.